Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 24 september 2014, nabestaande MH17. Ik krijg geen bericht uit de anti-maffia-wereld over die 30 miljoen dollar voor de whistleblower MH17. Ik had dat bericht al gehad. De maffia-wereld, dat gaat zo ontzettend snel. En ook de anti-maffia-wereld draait heel snel. Ik heb wel een raar persoon in mijn voicemailbox gehad, mijn vaste telefoon. Nou, ik heb daar niet eens op gereageerd. Ik heb wel even gekeken, het is een prepaid nummer. Het is dus of een Hollandse crimineel of de politie, maar ik ga ervan uit dat het weer zo'n etter is die mij even uitprobeert. Ik heb ook geen bericht uit Rusland. Ik heb natuurlijk duidelijk gemaakt in de wereld van de Russen dat het nogal vreemd zou zijn als die Russen die 30 miljoen ter beschikking stellen, want ze weten wie ik ben. Ze hebben het niet nodig om de waarheid op tafel te krijgen. Ze hebben het ook niet nodig om het dossier zo te manipuleren dat Rusland sterker wordt. Ze hebben het ook niet nodig om Poetin van zijn troon af te stoten, want ze hebben mij. Ik kom uit bij Amerikanen. Ik hoop dat dat niet waar is, want ik weet hoe in Amerika de lobby gaat als wetten vernietigd moeten worden. Toevallig was er een NSA-documentaire bij Panama België TV, Panama Canvas TV, over de lobby rond het schenden van mensenrechten, grondrechten, binnen het NSA-gebouw na de 9/11-aanslag. Toen is er een heel parcours gecreëerd, waarin mensen elkaar verteld hebben dat ze de grondrechten mogen schenden van burgers internationaal. Nou, dat is een bepaalde lobby. Ik kende die al, maar dit was even een totale verduidelijking. En die lobby die gaat via de universitaire wereld en die gaat dus ook via NAVO en dergelijke, al die organisaties. Als het geld uit die lobby komt, dan wordt dat pas duidelijk tijdens de rechtszaak. Ik weet niet, ik vind het zo'n rare gang van zaken, want iedereen heeft mij. Als je iets wilt bereiken, dan moet je de waarheid gaan gebruiken die ik bewijs. Dan ben je supermachtig. Waarom zou je daar je geld aan verspillen en dan nog zo'n bedrag? Tenzij je er natuurlijk op uit bent om de NAVO te saboteren. Je moet niet vergeten dat er bij televisiezender Al Jazeera een totaal ander NAVO-beeld wordt gecreëerd. Daar wordt gesproken over het bestaansrecht van de NAVO. Bestaansrecht van de VN, veel meer dan wij in Nederland doen. Dus, het zit me echt niet lekker hoor. Niet omdat ik nou weer dit allemaal moet doen op mijn dossier. Maar omdat ik... Er zijn nog ruim 50 mensen ongeïdentificeerd. Die moeten nog terug. Hoe meer flauwekul er tussen komt, hoe langer het allemaal duurt. Ik zal deze video's blijven maken, omdat mensen dan kunnen zien welk mens ik ben. He, ik word niet plotseling een VIP. Ik word niet plotseling corrupt. Ik ga niet plotseling anders praten. Ik ga ook niet mijn bewijsmateriaal veranderen, omdat iemand dat wil. Dat doen we gewoon niet. Het is me wel opgevallen dat het parlement erg stilvalt. Ja, dat gaat ook nog problemen geven. Dat kan ik ook nu nog niet helemaal goed inschatten. Het is allemaal een beetje half bakken. Oké, dag.